We hebben de boodschap altijd voorop gesteld op de opkomst. Dus ongeacht de opkomst, wij gaan door met protesteren. Tot we nog kunnen en tot nodig is. Het is zo dat er een aantal mensen zijn die zich berusten. Ja, wat moeten we doen? Maar die passiviteit is juist wat we niet nodig hebben. Als je kijkt naar wat er in Venezuela gebeurt, dan zijn wij goed op weg om de volgende Venezuela te worden. We hebben een crisispresident, dus we mogen nog meer crisissen verwachten. Bouta, je moet gwee. Je mega volk de. En pe amoni de. Ik zeg, Suriname is een rechtsstaat. We kunnen niet ervoor zorgen dat één persoon, in dit geval de president, boven de wet wordt verheven. Dus aan de autoriteiten die de bevoegdheden hebben om hun werk te doen, dat ze daar goed mee omgaan. Het leger en de politie hun plaats kennen. Dat ze er niet zijn om één persoon te beschermen, maar om voor recht en orde te zorgen voor de gehele samenleving.